want wij gaan met mijn ouders buiten eten. We zitten weer. Ja, goed zo, ja! Eieren en kaas aan bij de boer. Daar is papa. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En Nauti heeft vannacht weer eens een keertje doorgeslapen, sinds een lange tijd. Hij had om 10 uur gisteravond zijn laatste fles. En vanochtend om 6:30 werd hij wakker. En toen had hij nog niet per se honger, maar hij was wel wakker. En om rond 7 uur kwam hij voor het flesje. Dus wij zijn heel blij dat we weer even goed geslapen hebben. Hij was nog wel een keertje wakker geworden. Toen was zijn speentje uitgevallen. Maar daarna is hij gewoon weer gelijk gaan slapen. Niels heeft vrij vandaag. Hallo. Omdat het vrijdag is. En die gaat richting mijn ouders. Want hij gaat bij de buren gaat hij ook vandaag de heg snoeien. En we hebben even een beetje de meubels omhoog gezet. Want we gaan ze zo meteen als we weg zijn de stofzuiger even aandoen. Auw, nou, waarom ben je zo druk? Waarom ben je zo druk? Hey. Ja, jij hebt ook goed geslapen, hè? Ja, een redelijke druk. Zat hij ingezoomd of zo? Hij is al heel dichtbij. Gaan we even kijken. Ja. Nee, andere kant. Ah, zo moet hij. Nou, zal ik jou weer even op het kleed leggen? Want je bent zo druk. Hm? Hallo, hallo. Het is vandaag zaterdag. En wij hebben gisteravond gezellig even geborreld met twee vrienden. Die waren hier gisteravond even. En we gaan nu even naar Alkmaar, naar het centrum. Want we hebben wat dingetjes nodig. En het is ook super lekker weer. Dus gewoon even lekker door de stad lopen. En heb jij er ook zin in? Mooi zo. Dan gaan we. Lekker even op de markt. Stroopwafeltje halen. Nootje. Nootje. Ja, 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 ja. Zei die nou mama? Nootje. Nootje. Smakelijk. Hallo, wij zijn onderweg naar Purmerend. We zijn onderweg naar Kelly, want daar gaan we Nout heen brengen. Want wij gaan met mijn ouders en mijn broertje en Larissa gaan wij het eten. En dat is ook in Purmerend. Dus Kelly past vanavond een avondje op. Vanmiddag zijn we Alkmaar in geweest en we hebben wat dingetjes gehaald. Ja, wat hebben we eigenlijk allemaal gehaald? We hebben voor ons allebei een nieuw schermpje op ons telefoon. Een plantje voor Eva, die is morgen jarig. Morgen is het morgenjarig. Ja. Wat rompers voor Nout. Zonneschermpjes voor in de auto. Nou ja, eigenlijk gewoon van alles wat. En nu zijn we dus onderweg om Nout weg te brengen. Onderweg naar morgen. En morgen hebben we de verjaardag van Eva. Dat is gewoon overdag, dus dan gaat Nout gewoon lekker mee. En we hebben even Tony Chocoloni gehaald voor Kel. Omdat ze op wil passen. Dus. We zijn er bijna, denk ik. Nou, 10 minuutjes, kwartiertje. We zijn nog niet voorbij de middenbeefs, dus het duurt nog wel even. En we hebben ze campingbedje hebben meegenomen, dus dan kan hij daar ook gewoon lekker slapen. Hopelijk. We zitten weer. Ja, we zijn er. Eén vlog nummer 926. Hou je het bij nog? Gewoon die lijken houden. Het lijkt ook wel iets van kaas of zo. Lukt ie? Hoe moet ik nou? Nee, ik wil 6,50. Zo'n 50 zijn. Wij zijn eieren en kaas aan het halen bij de boer. Het is echt een super schattig puntje. En je kan hier ook melk halen. Nou, gaan we eens een keer proberen. Komende weken. Oh, hij heeft mij nog niet gestopt. Is het lekker? Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk.
Eerste hap kijkt hij heel smerig. Ja. Hij weet wel dat naar de mond moet. Ja. Het is een lekker aapje. Oh. Is het lekker? Mm. Maar lekker eten. Mooie voetjes, hè? Bril. Dat is ook wel leuk. Je krijgt de bril niet. Of boep, boep, boep. Boep, boep, boep. Hey. Piggy. Piggy. Waar is mama? Waar is je speeltje? Wij hebben vanavond pita broodjes met sla en een yoghurtdressing en gebakken groentes. Het is vandaag dinsdag. En Nauti is vandaag bij de gastouder geweest. Ik heb hem net weer opgehaald. Ik ben thuis van werk. En hij is weer in zijn achteruit aan het kruipen. Ik was net even bezig met wat kastjes aan het herinrichten. Want we verzamelen weer te veel troep. En ik ga even vragen aan Niels of hij vanavond misschien het trophokje kan ophangen. Deze man die begint steeds beter te kruipen. Hè? Niels kan elk moment thuis komen. En wat wij altijd doen als we eerder thuis zijn, is bovenaan de trap gaan zitten. En dan begint Nout al helemaal te lachen als hij papa ziet. Dan gaat papa me zo'n beetje gek doen nog. Hè? Ga je opdrukken. Wow. Wat goed. Wow. Goed zo, op je knieën. Ja. En kruipen. En kruipen. Kom maar, lieverd. Hij is een beetje de walvis aan het doen. Of de zeehond, ik weet het eigenlijk niet. Drukt hij zich op. Kom maar. En dan laat hij zich weer vallen. Goed zo. Kom maar. 1, 2. Goed zo. Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel een beetje zwaar. Goed hoor. Ja, heel goed. Nog een stukje verder. Kijk eens, wat een mooi boekje. Oh, wat een mooi boekje. Kom je hem halen? Oh. Kom op. Kom op. Goed zo, ja. Wat goed. Gaan we nog een klein stukje verder kruipen. Ja! Goed zo, jongen. Heel goed van jou. Oh, je bent er helemaal warm van, joh. Wat goed van jou. Oh, zachtjes. We gaan kijken. Want wie komt er thuis? Is het papa? Is het papa? Hij is nog niet binnen. Ja, wel. Hoor je dat? Wie is dat? Wie is dat? Wat je wilt. Het is papa. Het is papa. Papa. Oh, daar is papa. Waar is papa? Oh, daar is papa. Daar is papa. Ja. Oh, spannend. Kom, papa is ook nog naar boven.
Hey. Wil ik hem bezweet? Ja. We zagen jou fietsen, we stonden bij het raam. Oh. Het is vandaag woensdag. Ik heb Nout net naar mijn schoonmoeder gebracht. En ik ben even iets eerder in de salon. Dan kan ik mijn make-up hier nog even doen. En natuurlijk ook omdat het harsapparaat en de compressverwarmer moeten opwarmen. Dus dan doe ik vaak in de tussentijd mijn make-up even. Ja, het is deze week eigenlijk niet zo'n hele lange weekvlog. Ik ben verschillende dingen vergeten te filmen. Of ik had niet zo heel veel zin om van alles te filmen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik twijfel ook nog een beetje of ik hem deze week ook nog online ga zetten. Maar ja, ik denk het wel. Maar dan is hij gewoon wat korter dan als jullie gewend zijn. Of tenminste, ik had hem gisteren al even bewerkt. En nu duurde hij volgens mij iets van 6 minuten. Maar misschien dat er nog wel wat bij komt. Ik zal jullie even over bepaalde dingen ook een beetje bijpraten. Schaatsen bijvoorbeeld, dat doe ik namelijk niet meer. Het seizoen was afgelopen en ik heb me eigenlijk niet voor het volgende seizoen opgegeven. Ik vond het sowieso op de zaterdagochtend niet zo heel handig. Ik vond ook de lessen steeds minder leuk worden. En daarbij is dat ze continu voor een show aan het trainen zijn. En er was bijvoorbeeld ook in... Wat was het, juni of juli? Nee, juni was er ook een show. Dat was dan het hele weekend. En dan wordt er dus verwacht van je dat je en vrijdag en zaterdag en zondag aanwezig bent. Ja, dat gaat mij gewoon niet lukken. Dus ik heb toen ook niet daaraan meegedaan. Maar ja, ik wil gewoon eigenlijk goed leren schaatsen. En maar niet per se om voor een show te trainen. En dat was dus wel het geval, wat ik ook begrijp. Want het is natuurlijk ook wel leuk om... ergens voor te trainen. Dus ik ben wel een beetje zoekende, want ik wil wel graag een sport gaan doen, maar ik weet nog niet zo goed wat. Bij ons in het dorp wordt er ook boksen gegeven, dus misschien dat ik daar ook nog even een proefles van ga volgen. Het is ook lekker in de buurt, dat is op een paar minuten loopafstand. Dan ben je ook niet de hele avond van huis, zeg maar. En verder over mijn geur kreeg ik nog een aantal vragen. Ik heb wel het idee dat mijn geur er steeds meer aan terugkomen is. Bepaalde dingen zoals uien, dat ruikt echt nog heel vies. En dat ruik ik ook echt meteen als Niels die bijvoorbeeld aan het snijden is. Dus in dat opzicht ruik ik dan wel weer goed, maar wel de verkeerde geur. Maar ik heb wel het idee dat de meeste geuren wel langzaam weer aan het terugkomen zijn. En ja, ik weet nou niet of het ligt aan die geurtraining of zinktabletten die ik geslikt heb. Of aan de neusspray die ik van de huisarts heb gekregen. Of dat het gewoon iets is wat moest herstellen en langzaam weer terug is gekomen. Maar daar ben ik in elk geval wel heel erg blij mee. Dat maakt het toch even een stuk makkelijker allemaal. Het is natuurlijk ook gewoon fijn dat je daardoor steeds meer proeft ook. En ik had nog wat in mijn hoofd wat ik wilde vertellen. Maar ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat het is. Misschien dat ik er zo meteen nog op kom. Ik ben vandaag wat eerder klaar met werken. Maar ik heb nog wel het een en ander te doen. Ik moet bijvoorbeeld nog even langs de opticien. Want mijn lenzen die liggen klaar. Dus daar heb ik vanmiddag even mooi de tijd voor. Oh ja, ik weet het trouwens alweer. Ik ben sinds afgelopen maand begonnen met het slikken van subs. Dat zijn supplementen die speciaal gemaakt zijn... Of voor zwangere vrouwen of voor moeders. En die heb ik afgelopen maand getest. En het bevalt me eigenlijk tot nu toe best wel goed. Wat ik vooral merk is dat ik wel echt wat meer energie heb. En ja, ik ben zelf altijd dat ik denk van zal dat dan echt werken? Of zit dat dan een beetje tussen je oren, weet je wel. Maar ik heb wel echt het gevoel dat dat helpt bij mij. Wat ik ook las in de recensies, maar dat weet ik dus nog niet, is dat... Wanneer je een onregelmatige cyclus hebt, bijvoorbeeld na de bevalling. En dat heb ik heel erg. Ik heb bijvoorbeeld de eerste keer dat ik weer ongesteld was. Tussen de eerste en de tweede keer zat 3 weken. Er heeft een keer 36 dagen tussen gezeten. Ik heb sinds ik die subs heb gebruikt, heb ik nog niet gemenstrueerd. Dus ik ben heel benieuwd of het... of dat voor mij ook werkt. Maar dat kan ik dus nog niet vertellen. Waarschijnlijk dus als me helemaal goed bevallen... Ga ik ook een samenwerking met hun aan, maar daar zal ik later even wat meer over vertellen. Ik wilde ze wel eerst echt testen en kijken hoe het mij beviel voordat ik überhaupt daar een mening over zou geven. En afgelopen week had Nout natuurlijk weer een nachtje doorgeslapen, maar dat was weer eens eenmalig. Daarna kwam hij gewoon weer in de nacht voor een flesje en
Ja, we zijn wel wat dingetjes aan het uitproberen. Zoals in de avond dat we hem nu een papflesje geven. Maar ja, ik heb niet echt het idee dat hij daar wat voller van raakt. Of wat meer gevuld is. Want ja, we merken daardoor eigenlijk geen verschil. We hebben eigenlijk ook geprobeerd om in de nacht de flesjes wat af te bouwen. Dus we gaven altijd 180 in de nacht. Toen hebben we een aantal dagen 150 gegeven. Een aantal dagen, even kijken, 120. En nu zitten we dus op de 90. En dat vindt hij eigenlijk ook wel prima. En het is ook zo dat als hij het flesje op hebt, dan valt hij eigenlijk ook gelijk weer in slaap. En we proberen ook wel dat als hij wakker wordt, dat we hem bijvoorbeeld eerst even de speen geven. Een beetje troosten. En als hij echt honger heeft, dan geven we natuurlijk wel een flesje. Maar soms valt hij ook wel weer in slaap als we hem een beetje troosten. Maar ik vind de nachten wel pittig. We zijn nu al 7 maanden elke nacht wel wakker. Vaak wel meerdere keren ook in de nacht. En dat sloopt toch wel een beetje. Gisteravond lagen we er best wel vroeg in. Hij had om 9 uur 's avonds had hij zijn laatste fles gehad. Dus ik dacht, dan duurt het wel tot zeker midden in de nacht voordat hij weer komt. Dus ik lag echt net te slapen en toen kwam hij om 11 uur alweer voor de fles. En hij had ook echt honger. Dus flesje gegeven en toen kwam hij om 2:30 nog een keer. En toen, pas in de ochtend 7:30. Maar ik begin het wel een beetje pittig te vinden. Ja, zeker ook omdat we weten dat hij in principe wel gewoon de nachten kan doorslapen. Hij kan in principe gewoon zo lang zonder dat hij een flesje krijgt. Maar op een of andere manier zit dat er nog niet in. Natuurlijk hoor ik verhalen dat het soms wel een jaar of 1,5 jaar kan duren voordat ze echt goed doorslapen. Maar ja, je hoort natuurlijk ook verhalen dat ze na een paar weken of een paar maanden al doorslapen. Dus ik vind dat soms nog wel lastig. Dat ik denk, het zal wel lekker zijn als we op een gegeven moment ons nachtrust wel weer een beetje terugkrijgen. We hebben nu het een en ander geprobeerd. En ik denk dat we het gewoon maar moeten afwachten totdat hij er klaar voor is om de nachten ook door te slapen. Tips zijn trouwens welkom. Dus mocht je de gouden tip hebben, zet hem zeker even in de reactie onder de vlog. Of dingetjes die bij jullie geholpen hebben. Moet je daar vrolijk van? Om jezelf te zien. Tum 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 tararam tum. Tum 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 tararam tum. Tum 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 tararam tum. Ga je vooruit? Oh, ja, op je knieën. En dan naar voren. Bizar, hij kan al gewoon weer beter tijgeren als een paar dagen geleden. De afstandsbediening vindt hij altijd erg interessant. Heb je er geen zin in? Kijk eens. Wow, de afstandsbediening. Ga maar halen. Wil je wat anders? Een boekje? Ik ga een boekje pakken voor jou. Dat vindt hij altijd ook heel mooi. Boekje! Daar komt hij. Kom maar. Wauw, dit is een mooi boekje. Ja. Wil jij die ook? Dan moet je even komen kruipen. Kom maar. Daar komt hij. Ho, ho, ho. Nou ja. Niks aan de hand. Wat is even de schrik, hè? Maf, Casey. Hier, alsjeblieft. Moet je even knuffelen? Moet je even knuffelen? Wil je een boekje? Kijk eens. Wow. Ja. Leuk, hè? Kijk, deze kan je open doen. Het is etenstijd. Nijntje zit aan tafel. Wat eet ze vanavond? Kijk, en dan doe je deze open. Worteltjes.
Leuk, hè? Nou, volgende. Na het eten gaat ze naar bed. Beertje mag mee. Wat trekt Nijntje aan? Kijk, en dan doen we deze open. Een pyjama. En dan gaan we naar de volgende. Nu is Nijntje bijna klaar om naar bed te gaan. Wat doet ze eerst nog? Wat denk je, Nout? Kijk eens naar het plaatje. Tanden poetsen. Dat hebben wij ook net gedaan, hè? Nou, en de laatste, want dan moeten we gaan. Nijntje ligt met Beer in bed. Slaap lekker, Nijntje. Waar droomt ze over? De sterren. Mooi, hè? Doen we deze weer dicht. En dan doen we het boekje dicht. Uit. Ja. Nou, en wij gaan hiermee ook gelijk de weekvlog weer afsluiten. Want het is alweer donderdag. Oep. En dan kan ik hem ook gelijk even bewerken. Dus doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Vergeet zeker niet te abonneren. Laat even een reactie achter. En tot volgende weekvlog weer. Doei doei.